Ze beginnen al te lachen. Ik wil jullie graag voorstellen aan Guus Kroes en Yvonne Achterkamp. Hallo allemaal, lieve kijkbuisquizzers. Hoe gaat het met jullie? Vinden jullie het ook zo spannend? Ik wel in ieder geval. Ja, van harte welkom hier live vanuit onze geheime studio op Curaçao. Ja, dat kan allemaal in deze coronatijd. Dat is wel weer een voordeel van zo'n online, online quizje. De tweede Dijks van de Dorpsquiz. Helaas online. De laatste online editie hebben wij tenminste al met z'n allen besloten. Maar ja, er is een virusje wat ons in de weg zit. 33 teams doen er vandaag een gooi naar eeuwige roem. 33. Opnieuw meer dan we hadden verwacht eigenlijk. We dachten toch, nou, zo'n online quizje, nou, zitten daar mensen wel op te wachten? Nou ja, dus 400 deelnemers. Volgens mij, ik zie er hier een heleboel achter een schermpje zitten. Hartstikke leuk, echt super tof. Huishoudelijke mededeling. Mochten jullie technische problemen hebben of er gaat iets niet zoals het hoort te gaan, stel je vragen in de chat. Dan beantwoordt Ilona ze. En we hebben een hulplijn. 06. Wat was het nummer ook weer? 14. 0614. 67. 67. Oh, 85. Daar is die. 8513. Dat is voor al uw vragen omtrent technische dingen. Hè? Goed. Wij zijn er natuurlijk niet alleen. Guus en ik en Ilona zullen vanavond voornamelijk in beeld verschijnen. Ik wil niet zeggen dat wij er met z'n drieën doen. Natuurlijk niet. Achter de schermen wordt ook heel hard gewerkt. In de crisisroom zitten Sylvia, Claudia, Marjan, Gerrit en Dennis. En Claudia zitten achter de schermen alles na te kijken straks. En zorgen ervoor dat we aan het eind van de avond winnaars kunnen uitroepen. We hebben prijzen, van allerlei prijzen, voor winnaars, voor de verliezers. En ook nog iets om voor jullie om zelf uit te delen. Dus ik hoop dat we een gezellige avond gaan krijgen. Maar we gaan even een beetje warm lopen. Want jullie zitten maar op jullie stoel, dus gaan we even wat aan doen. Daar gaan we zeker even wat aan doen. Allemaal in de stadblokken, dames en heren. Luister goed. Ik wil dat jullie zo snel mogelijk weer te zien zijn voor de camera. Met geel fruit, een tandenborstel, iets op je hoofd wat eigenlijk niet op je hoofd hoort. En als je dat allemaal hebt, ga je achter je scherm zitten. En dan kom je met het applaus à la Irma. Oftewel, oké, let's go. Kijken wie er als eerste is. Nou, kom op mensen, lopen. Rob Martijn, jij ook? Ja, ik zie geel fruit. Ja, heel goed. Geel fruit, een tandenbotsel. Iets op je hoofd. Iets op je hoofd wat niet op je hoofd hoort. Kijk, hier. Ja, kijk, keurig. Ik zie hier ook een bakje banaan. Ja, ik zie Fred Emmer inderdaad, is ook ingelogd. Kijk, geweldig. Kijk, ja, Romy van der Linden, een van de eerste. Ja, keurig. Familie Veldhorst doet ook leuk mee. Goed zo. Blijkbaar eerst. Nou, geweldig. Okay. Ja, super. Het ziet er goed uit. Oké. Lekkere opwarmer. We gaan zo straks met elkaar in je eigen team in een breakout room. Dat wordt automatisch voor jullie geregeld. Het enige wat jullie hoeven te doen is accepteren dat je in een bepaald nummer ingedeeld wordt. Dus daar staat iets met join. Dus doe dat en dan beland je met elkaar, met je eigen team, in een aparte ruimte om met elkaar de vragen op te gaan lossen. Als de tijd dan bijna voorbij is, dan is er een soort countdown zichtbaar in het scherm. Wacht dat rustig af. Wacht dat rustig af. Ik denk dat jullie ontzettend hard bezig zijn nog met het antwoorden van de vragen. Maar aan het eind van die klok komen jullie vanzelf automatisch weer terug in deze studio. Daar hoeven jullie niets voor te doen. Wat je dus vooral niet moet doen, is leave meeting aanklikken, want dan ben je overal uit. Dus doe dat niet. Wordt automatisch voor je geregeld. Die tijd is ook de eindtijd voor het antwoordformulier. Dus dat moet dan verzonden zijn. We kijken natuurlijk niet op de secondes. Maar zorg wel dat je redelijk snel dan ook je antwoordformulier verstuurd hebt. Anders kunnen we dat helaas niet meer meerekenen. 8:45, toch? Ja, dat is na een half uur inderdaad. Dus de eerste ronde begint zometeen om 8:15. En dan 8:45 gaan wij dan zien we elkaar weer hier in deze studio.
Ja? Ja. Kwart over acht, het is nu 7 over 8. We zijn iets te snel gegaan. Is oké. Okay. Is okay. De breakoutrooms staan klaar. Dus, oh, de breakoutrooms staan klaar. Ja, ik ben er klaar voor. Dus we kunnen ook eigenlijk beginnen nu. We gaan gewoon beginnen. We gaan gewoon beginnen, mensen. Let the game begin. De teamcaptains ontvangen de vragen in de mail. De teamcaptains ontvangen de vragen. Dus ja, dat misschien moet je daar nog net heel even op wachten. Want die mail die wordt op dit moment verstuurd. Maar je zit in je team. Dus zeg alvast even hallo tegen elkaar. Klets even. Totdat de vragen binnen zijn. En veel succes ermee. Deadline. 8:45, mensen. 8:45. Succes. Mensen gingen er al uit, hè? Kijk. Okay. Het kan even duren voordat je eruit gaat. Maar je gaat vanzelf over in je breakout room. Welkom terug. We hebben de eerste ronde gehad. We gaan zo even een kijkje nemen in enkele huiskamers. Want Team Toegang is daar langs geweest. Aan jullie het woord. Oké. Nou mensen, we zijn heel erg benieuwd hoe jullie de eerste ronde beleefd hebben. Laten we eens even gaan schakelen. Is er iemand met een snor in de zaal? Edwin de Jong. Ja. Edwin, zou jij jouw microfoon aan willen zetten? En dan kunnen we even met je kletsen. Nou, dat is inmiddels gelukt. Goed zo. Ja, welkom Edwin. Oh. Hier live in Curaçao. Mooi dat het kan tegenwoordig. Hè, dat je zo vanuit Curaçao zo met meneer de Jong kan praten. Hoe ging het, meneer de Jong? Ja, heel goed. Echt een goede structuur hier door de teamleider. Het is goed opgepakt en... Ja? Ik denk, één twijfelvalletje, maar waarschijnlijk alles goed. Alles goed weer. netjes. En hoe is het met de hondenkennis? Ook Makkie? Nee, daar wist ik zelf niks van. Maar gelukkig de dames uit Willep, die wisten dat. Ja, oh, lekker man. Goed team. Laten we schakelen bij nog een... dankjewel Edwin, je mag je de microfoon weer uitzetten. Dag,
Gaan we nog eens even verder kijken wie wij het woord kunnen geven. Ja, klik maar iemand aan, mensen achter de schermen. Romy. Ja, hallo. Romy. Kan jij even je microfoon aandoen? Zeker kan ik dat. Hoe ging het, meid? Het was verschrikkelijk. Leuk, heel leuk. Ja, ik stond strak voor de zenuwen en als teamcaptain was ik druk met de antwoorden binnenkrijgen van het team, maar tegelijkertijd ook invullen en laptops die vastlopen. Oh, lekkere chaos. Biertje erbij, helemaal top. Gezellige avond met elkaar dus. Nou. Oh. Ja, dat is de familie Haas. Dat is een beetje fanatiek zeker. Gaat er hard op, hoor. Ah, oké. Goed zo. We hebben al wel twee jokers, volgens mij, hè? Dus dat, Is dat zo? Ja. Dus ja. Een lichte voorsprong. Laat eens even... Oh, kijk, je hebt hem bij je. Kijk. Leuk, gefeliciteerd. Joh. Ja. Team 19 en 31, daarvan wachten we nog op het antwoorden, begrijpen we. Oké. Je moet... 19 en 31. Ja, team 9... 19 is binnen, maar team 31 moet zijn lijst nog verzenden. Kijken we dat voor deze ene keer even door de vingers, jury? Ja? Oké. Volgende ronde is het echt wel, de tijd is de tijd. En dan moeten de antwoorden echt wel binnen zijn. Yvonne, aan jou. Ja, we gaan nu kijken naar een ontzettend leuk filmpje. We hebben een dealtje gesloten met de Omroep Max. Tenminste, in dat sfeertje moet je denken. Geit, even rondje gefietst door onze geweldig mooie omgeving. Maar jongens, let heel goed op, want er worden straks vragen over gesteld. Oké, mensen, daar zijn we weer. Er ging iets niet helemaal zoals het hoorde. Dit stond niet in het draaiboek. De bunker was toch niet een goed idee. Nee, goed. De internetverbinding hier in Curaçao die is toch wel eens wat slecht. Ja, en dan bel je met de helpdesk, krijg je Stanley aan de telefoon. En zegt, rustig, jongen. We maken het wel, jongen. Kom goed. Excuses daarvoor. Maar ik begreep dat we het filmpje nu opnieuw gaan starten. En kijk en huiver. Wie dat mij was vandaag, ik heb de band vol met wind.
Oké, ja, we zagen hashtag langdradig voorbij komen. Dus we gaan snel verder naar ronde 2. De teamcaptains hebben weer een mail met de vragen voor ronde 2 en het antwoordformulier. Dus ga aan de slag. Deadline is, luister goed, over ongeveer 25 minuten om 9:30. Ze hebben succes, een paar minuutjes korten. Zet hem op. Succes! Hey. Ik begin. Welkom terug. Wat hebben we net gezien? Floor Verhoef was mooi versierd. Ze vroeg of ze daar punten voor kreeg. We hebben daar geen antwoord op gegeven, maar we zijn er erg wel van gecharmeerd. Zojuist hebben we ook bericht gekregen dat DJ Sander geland is in Curaçao. Dus wanneer je verzoekjes hebt, vergeet deze niet door te geven in de chat. En dan geef ik nu weer het woord aan Guus en Yvonne. Yes, oké, dat was ronde 2. Iets korter de tijd gehad. Ik ben benieuwd hoe jullie het hebben volbracht. Of alle vragen... Zullen we Francis vragen? Oh, we krijgen iemand. Dat is een andere Frans. Hallo, meneer Hallo, Dashorst, volgens mij. Zou jij je microfoon aan willen zetten? Sorry. Danny, kan jij je geluid aanzetten? Kunnen we even vragen? Ja, rechtop. Yo. Ja, kijk. Geluid aan. Hey, Danny, hallo. Hoe ging het, ronde 2? Ja, is pittig. Pittig? Pittig. Oké, goed zo. Ja. En waren de kinderen nog wakker bij jullie? Ja. Ja? Oké. Ja, we hadden een speciale vraag voor de kinderen in zitten, hè, deze ronde. De rekenvraag. Zijn we wel? Ja, nee, dat klopt. Maar die dat rest op mij. Oh, goed zo. Ja, Makkie. Oké, ja, goed om te horen. Kunnen we dan nog een huiskamer gaan? Bedankt, Danny. Ja, zo. Even kijken waar we nu terechtkomen. Lodewijk. Altijd weer spannend. Wie krijgen we? Hey, Fred. Fred, goedenavond. Wil jij je geluid aanzetten, Fred? Fred heeft wel een beetje een rood gelaat, dus ik denk dat Fred hartstikke druk Fred is geweest. Fred is druk geweest. Hartstikke druk geweest. Oortje in. Ja. Hi Fred, kun je ons horen? Kan jij je geluid even aanzetten? Ja, we horen je. Hoe ging het, Fred? Hartstikke goed, joh. Welke vraag heb jij mogen doen? De eerste. Sorry, de? De voordeuren. De voordeuren. Oh, ben je postbode geweest? De deur. Kwam je eruit? Ja, bijna. Oké. Bijna. Leuk om te doen? Nee, dat ging goed, joh. Mooi. Hoeveel van die voordeuren zijn door bouwbedrijf Bessels geplaatst? Goed zo. Oké. Jeroen. Wat zei je, Jeroen? Ja. 4. 4. Nou, mooi. Mooi gedaan. Mooie score. Nou, die heb je toch maar weer binnen dan. Oké. Nou, dank jullie wel, jongens. Gaan we de volgende vraag een beetje introduceren, denk ik, hè? Ja. Want jullie gaan luisteren naar een aantal geluidsfragmenten. Er komt zo een beeld voorbij. Hebben we weer een mooie foto gemaakt van Gerrit. Maar jullie moeten wel even heel goed concentreren. Heel stil zijn met z'n allen. Je oor tegen de luidspreker aan. Want jullie krijgen 10 geluidsfragmenten te horen. Elk van die fragmenten hoor je 2 keer achter elkaar. Maar het zijn 10 fragmenten. Dus luister goed. Ja, de antwoorden straks weer invullen op het antwoordformulier. Ja, succes. Luister goed.
Zo. Ja, dat was vette shit, hè? we begrepen al op de app dat er niet helemaal goed horen was. Dus de jury overweegt om het zometeen nog even op de app te zetten, de geluidsfragmenten. Dus hou de Team Captain app in de gaten. En dan gaan we nu maar snel over tot de laatste ronde, mensen. We hopen dat jullie een beetje warm zijn inmiddels. Dat jullie weten hoe het systeem werkt. Jullie krijgen 30 minuten. Nou, doe maar 35. Maken we er 35 van. Zullen we er 35 van maken? Ja, laten we doen. Kwam over? Ja, het is een pittige ronde. Oh, ja? We horen heel luid en duidelijk volgens mij. Vanuit achter de schermen ook dat we meer tijd moeten reserveren. Dus dat gaan we gewoon doen. Wat zullen we afspreken? 35. Dus 9:45? Ja? Hebben jullie tot 9:45 de tijd om de vragen van ronde 3 te beantwoorden? Succes. Succes. En dat was ronde 3. Wat we hier in de studio hebben gezien is dat DJ Sander als een malle met een USB-stick en een computer in een hokje is gaan zitten. Vanwege de iets wat vreemde verzoekjes die binnenkwamen, waaronder Herman van Veen. En wat verder opviel in de breakout room is dat, maar Jori trok een beetje een raar hoofd. Die vond de aardbei niet zo lekker. En Els probeerde Guus om te kopen met voetbalplaatjes, maar misschien kunnen jullie daar eens even verder op ingaan, Guus en Yvonne. Ja, dat lijkt me wel even goed om te doen. Dan moeten we eens even uitzoeken. Even schakelen met de familie, met de gezuste zwagenaar hier. Kijk eens even, Els komt er eens bij. In het gezelschap van... Hallo. Hallo. In het gezelschap van Hertog Jan zie ik... Ja. En heel veel voetbalplaatjes. Heel veel voetbalplaatjes. Wat gebeurde er, Guus? Het neigde toch een beetje naar chantage, vonden wij hier. Nee. Of hoe? Of je kon ze nog ophalen. Ja, oké. Okay. Maar ik mag ze nog komen ophalen. Ondanks de uitslag vanavond en het verdere verloop, mag ik de voetbalplaatjes gewoon komen ophalen. Ja, natuurlijk. Oké, dus tegenover 400 andere kijkers spreken we hierbij af dat de voetbalplaatjes niet in de kachel gaan. Oké, jongen. Oké, nee, dat is fijn, dat is fijn. Kan ik ook weer met een gerust hart gaan slapen. En dan hadden we nog de Wilbachterhoek. Jori. Mij zat ze bij Pieter Jan. Familie Overkamp. Meestal wel. Die zaten om 10:00 s'avonds nog aan de thee. Een hele gezellige bedoeling daar. Ga even Jori zoeken. Even ik heb kijken. Ze gevonden. Hoi. Is even zoeken tussen 400 mensen natuurlijk. Hallo, ik heb we horen haar al wel. Ramon. Ja, ze zwaait, maar ze is nog niet op het grote scherm. Ik zie die hier. Ja. Kan ze groot? Groot in beeld. Kijk eens. Ah, dag lieverd. Hoe is het met jou? Goed hoor. We zagen dat je aan de thee was. Ja, moest de thee proeven. Dat is ook apart, zo laat op de avond. Ja, en nog meer? Nou. Dikke lul 4T, hè? Hey. En ben je een beetje uitgekomen? Jazeker. Ja, Makkie? Goed zo, goed gedaan. Dus nu ga je over op wat anders, neem ik aan. Ja, zeker. Oké, goed zo. Okay. We hebben dan een leuk nummer aangevraagd. Dus oh ja? Voor DJ Sander? Ja. Nou, ik ben benieuwd. We hebben onze Silletale Klugen... traditie. Wat hebben jullie aangevraagd? Kijk. Ik had haar op mijn boers in BNBA. Oh, nou Sander. Hij zit hier al in de studio. Hij heeft hem opgeschreven hoor, echt waar. Dan Stoll. Ja. Sander die is op dit moment allemaal illegale muziek aan het downloaden. Want hij krijgt allemaal verzoekjes van liedjes die hij niet standaard op zijn USB-stickje heeft staan. Dus dat wordt nog een hele, leuke mix zo meteen, Sander, geweldig. Denk ik. Hè? En dus. Iets anders en Oké. Nou. Gelukkig. Mag best gelukkig. Voor een uitdaging staan, hè? Gelukkig. Oké. Okay. We gaan verder. Maar het zit erop, mensen. Jullie kunnen achterover leunen. Ja. Als het goed is zijn de vragen, de antwoorden ingeleverd.
Jullie willen niet weten hoe druk we op dit moment zijn met het nakijken ervan. Ja, ik zeg we, maar met name de mensen achter de schermen. Dat is echt een... Ja, het is ook echt muisstil daar. Ik kan een speld horen vallen, want er wordt keihard gewerkt. Wordt echt keihard gewerkt. Dan gaan we nu door met de straatnamen. Het gonste deze week in heel veel WhatsApp-groepen. En jullie hebben echt zo ontzettend enthousiast meegedaan. We hebben ontzettend leuke, grappige, originele namen binnengekregen. Heel leuk traject om te doorlopen. Vrijdag zijn we daarmee naar Nikkels gegaan. En we hebben ontzettend leuk samengewerkt met de gemeente en met Gerrit Nikkels. En die hebben de namen gejureerd. En we hebben daar een ontzettend leuk filmpje van gemaakt. En aan het einde van dat filmpje worden de nieuwe namen gepresenteerd. Dus kijk allemaal of je winnende naam erbij zit. En zien we jullie zo terug. Voor de nog te bouwen nieuwbouwwoningen van project Erven Weltevreden in Wilp hebben we jullie gevraagd om twee nieuwe straatnamen te bedenken. We hebben ontzettend veel originele, rare, leuke, mooie, gekke en ook geweldige straatnamen mogen ontvangen. We willen natuurlijk dat iedereen kan meegenieten van jullie creaties. Dus let goed op, hier komen jullie straatnamen. Ik loop door de Adriaan van Oostadelaan en vraag me af, wat heeft die Adriaan gedaan? Dat hij hier met zijn naam op een bord kwam te staan. In de Adriaan van Oostadelaan. Hey. Yeah. Right on. Dan komt er Jozef Israëlplein. Ik vraag me af, wie zou die Israël zijn? Dat die zomaar hier in Holland een plein staat te zijn. En zou er ook een Israël in Jozef Hollandplein zijn? Wie moet je zijn? Wat moet je doen? Voor je naam op een straat, een plein of een plantsoen? Hoe groot moet je zijn? Hoe dood moet je zijn voordat je naam op een straat na een bordje komt te staan? En dan komt de Pirkendonderslaan. Ik blijf verwonderd om de Pirkendonderbordje staan. Waarschijnlijk heeft die donder nooit een flikker gedaan. Je zou hem toch met zijn eigen bordje voor zijn Pirkendonder slaan. Wie moet je zijn? Hey, wat moet je doen? Voor je naam op een straat, een plein of een plantsoen. Hoe groot moet je zijn? Hoe dank moet je zijn? Voordat je naam op een straat na een bordje komt te staan. En dan komt de Monseigneur Beckerslaan. Nou ja, zeg nooit van gehoord, al heb je vast wel wat gedaan. Die heeft er nou wel lang genoeg gestaan. Het spijt me voor je bekkers, maar je bordje gaat eraan. Ik klim omhoog in de lantaarnpaal en fluit eruit een streepje door de been haal. Dan met een viltstift, een jeetje en het werk is gedaan. En hup, daar hangt de Monseigneur Jekkerslaan. Zo moet je dat doen, hey, zo moet je zijn. En dan hoef je geen beroemde dode schilder voor te zijn. Geen Jean-Paul Sartre, geen Simone de Beauvoir. Alleen je naam kunnen schrijven en genieten maar. Ik loop door de Monseigneur Jekkerslaan. En ik zie overal Monseigneur Jekker staan. En ik roep midden op het Monseigneur Jekkersplein. Het is te gek om naar Jekkers te zijn. Afgelopen vrijdag hebben Gerrit Nikkels van bouwbedrijf Nikkels en Tom Romein van de gemeente Voorst al jullie inzendingen beoordeeld. Een behoorlijke klus, maar ze zijn eruit gekomen. De winnende straatnamen zullen ook echt de straatnamen gaan worden als de woningen eenmaal gebouwd zijn. Zoals Henny Huisman altijd al zong, hij kan er maar één de winnaar zijn, of in dit geval dan twee. En die winnaars, dat zijn...
Nou, geweldig. Volgens mij zien we hier op het scherm Frans al een dansje doen. Helemaal geweldig. Frans, kunnen we even schakelen met Frans? Ja. Frans, kan je geluid aandoen? Nou, helemaal fantastisch toch? Ja, ja. Leuk hè? Hey. Maar er zijn meerdere winnaars, zie ik. Ja, ja. Oh. Jullie, Frans, jullie hebben de Binnenhof gewonnen. En volgens mij zie ik daar Giel en Eline, zeg ik dat goed? Ja? Jullie hebben de Weltevredenweg gewonnen. Gefeliciteerd. Wat een eer, hè? En dat worden ze ook echt. Het was nog wel grappig, want Gerrit Nikkels dacht dat dit nog naar een commissie zou gaan. Maar dat is dus niet het geval. Dit worden de echte namen. Oké, jongens, super. Ja, dat is een goed... Dat is een goed verhaal, hè, voor op menig verjaardag van God. Ja, dat er toch een soort van naam van na je vernoemd is op een of andere manier. Oké. Goed. Ja, dit was... Gaan we dit stuk afronden? Wij gaan verder met nakijken. En wij gaan nu echt genieten van DJ Sander. Zeker. Ja. Ik denk een uurtje ongeveer. Kom er maar bij. Dat hebben we zeker nodig om, moeten we DJ om alle Sander antwoorden nog voorstellen, of goed en ook. Nou, jawel, toch. Als je die nou nog niet kent. Ja. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, zeg maar. Ja, nou ja, de master of. Volgens mij heb je wel voor het meeste plezier gezocht in de huiskamers. Ja. Dat hoop ik wel, ja. Ja. Nou, dit is dan geen kinderdisco, maar. Nou, het breekt de week. Het hebben we allemaal gehad. Hè, zoveel dingen. Ja. Mm-hmm. En nu gaan we even door, mensen. We gaan even een uurtje gezelligheid brengen. Dan kunnen jullie hier even rustig nadenken. Volgens mij hebben ze echt wel een uur nodig. Dus wij gaan even een uurtje een feestje maken. Ik heb verzoekjes binnen gehad. Niet te geloven, zeg. Maar ik heb er een paar gedownload. En we gaan er gewoon wat moois van maken met z'n allen. En we beginnen even... Ja, we zitten allemaal thuis, hè. Natuurlijk naast me, dames en heren, staat er een Zoom-scherm. Je ziet de mensen allemaal thuis zitten, dat is leuk, hè? Hoppa! Ik sta zo'n stukje Herman van Veen volgens mij, hè? Opzij, opzij, opzij. Oh. Als er nog speciale bezoeken zijn, lieve mensen. Geef ze even door, hè? Ze stroomt al binnen. Nothing.
Oh. Zing lekker mee thuis, kom op. Jullie. Ik zie er wat thuis lekker mee gedansen. Heel goed, heel goed. Just how much I missed you. Yes, I'm broken hearted. Loose is the day we parted. Why did I ever let you go? Mama mia. Oh god. Now I really know. Mama. Rob G wordt ook aangevraagd, hè. Dat kan er maar voor één wezen, hè. Dat kan er maar voor één wezen, lieve mensen. Ja, 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 ja. De stembanden zijn gesmeerd, hè. Kom op, hè. Toriador. Stond in de arena. Flesjes bier erbij, gezelligheid. Was voor hem de laatste keer. Want telkens dacht hij aan Maria, zijn liefste señorita. Viva amor. Momento. En het crescendo. Want door de zon verblind hoor ik op de wind. Signorita, dit is het momento. En het finalizado. Het is dan zo goed voorbij. En word je van mij. De signorita smeekt rezando. Oh madre mio, spa mijn toreador. Maar in de arena schreeuwde publico. Viva bravo el toreador. Een zomersteentje erbij, lieve mensen. Dinsdag wordt het 21 graden. Oh. Laten we lekker genieten. Zaterdagavond. Oh. Uitgaan thuis in je woonkamer. Komt ie. Soms is speciaal ben ik nou eens hier een beetje avondski van Majori, hè? Speciaal voor al die gezellige mensen thuis, hè. Die in me lacht, die in me lachen. Op die lat naar de après-ski, dames en heren.
is die eine, die immer lacht. Die immer lacht, die immer lacht, die immer lacht. Die immer lacht, die immer lacht. Oh, 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 die immer lacht. Und nur sie weiß, es ist nicht, wie es scheint. Oh, sie weint, oh, sie weint, sie weint. Aber nur, wenn sie alleine ist. Denn sie ist die eine. Die eine, die eine. Kommt sie! Die immer lacht, immer lacht. Sluit je ogen, lieve mensen. Heb dat biertje of wijntje in je rechterhand. En we staan met z'n allen in dikke vette feesttent. Die immer lacht, die immer lacht, immer lacht. Die immer lacht. Tim van Gries omhoog, here we go! Mensen lekker thuis zitten. Ik kan de vraag niet meer. Zitten nog mensen lekker in de schuur misschien, hè? Hop, hop. Ja! Imagine us. 1-1, baby. Lekker. Iedereen wil dit is diep van binnen. Weer een vieze rammer in de kom. Maar jongens, want ze zit nog vol met vuur. Ik ben uit de groep verbannen. Ik heb zoveel plannen. Ik wil een visje met je bieren in de schuur. Jongen, niets is wat te leggen, geloof me, ik ga net als jij. Volgas op een feestje, alles rond en rond. Wij zo blij, in ons paradijs. In de sneeuw of het ijs. Apreski, ik en jij, samen zijn we dan vrij. Val die apreski liefhebbers in de schuur! Iedereen wil weer een diep van binnen. Weer een feestje aan me in de kom, maar jongens, want ze zit op... Speciaal voor Martínez op de Rob G, hè? Rob G, hè? Oh! Hakken, beuken, bom, 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 bom! Ja! Maar ik snap ze je helemaal niet duur. De kijk is naar mij dan, ik ben maar bijna lam. Ik wil een feestje met je vieren in de schuur. Oké, lieve mensen. Ook een klein bezoekje die binnenkwam. Een echte gouden ouwe. Onze heilige Piet Veerman. Sailing home! Voor al die liefhebbers, hè. Sailing home across the ocean, sailing home, we're going to be free. Down below, the cruising motion.
violence of the sea. Feeling young, feeling strong, at the height of the fight, so nothing can go wrong. We know we always wanna. Dan mag het gewoon geconcentreerd te kijken. Oh. In the sea. Ja. A giant wave are rolling higher. Okay. It's gonna be a cold and rainy night. Het is gewoon zin, lieve mensen, jong en oud zitten vanavond te kijken en doe mee in deze mooie dorpsquiz, hè. Dat we maar een uurtje hebben. En er komen zoveel bezoekers binnen. Speciaal eentje voor de echte oude garde, hè. Zijn we er klaar voor, hè? Ik zou zeggen, lieve mensen, we gaan terug naar de jaren 60, hè. Speciaal voor al die liefhebbers, hè. Klassiek is onze mooie zaterdagavond hier bij de Dorpsquiz, lieve mensen. Oh. Hier, pak je dan potten erbij. Prut, hè? Proost op de gezondheid, lieve mensen. Neem je altijd een leeuwert voor jezelf mee, nee toch? Ja, 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 bezwaaien, ja, 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 ja! Pak die luchtgitaar, mensen. Pak die luchtgitaar. Kom op. Thuis, hè? Even een kleine vraag, lieve mensen. Zijn er nog een beetje echte rockers in ons midden? Steek die handen op, dames en heren, voor die camera als je een echte rocker bent, hè? Oh, kijk, kijk, kijk. Ja, ja, ja. Oh. Oké, dames en heren, dan gaan we er even eentje doen, dames en heren. Dan gaan we normaal gesproken helemaal los in die feesttent, hè? Feel the fire where she walks. Lola Montez, so beautiful. Shady in the temper, yeah, dim. Blinding your eyes with a spider bears. Oh.
Zelfs de kleintjes zijn nog op, hè? Volgens mij heeft die kleine de kinderdisco ook gezien, hè? Normaal zie ik het nooit met z'n thuis doen, hè? Maar nu kan ik alles zien, hè? Ho! Zingen! Well, she walks, she will be captivating all the men. Oké. Lieve mensen hier. Als ik een beetje zie, de woonkamer heeft genoeg ruimte bij jullie allemaal thuis. Dus, en er zijn net een paar kleine kinderen te kijken, hoor. Dus dat is mooi. We gaan, dames en heren, we gaan even naar de Snollebollekes. Een grote hit, normaal gesproken in de feesttent. En nu doen we het gewoon in de woonkamer. We gaan met z'n allen van links en dan gaan we naar rechts. Zijn we er klaar voor? Ik wil iedereen zien gaan, hè. Ik kan alles zien thuis, dus laat je gaan. Sensation Wildland Anthem. Mannen, net even. Nou, kom van die stoel af, kom van die bank af. Los met de snorbolkes. Klappen met die handjes. Oh, zijn we er klaar voor? Joy. Even opletten nou. Welkom in de feesttent, doe maar lekker af. Het is jammer van de zolder, maar de bak daar gaat eraf. Hakken, beuken, springen, de hut gaat uit zijn bol. Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt gemold. Zijn we er klaar voor? Zijn we er klaar voor? Links, rechts, de tent die wordt gewold. Links, 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 links. Naar rechts. Nog een keer. Naar links. Naar rechts. Gezellig, blijf de glazen vullen met nog meer alcohol. We zijn niet meer te houden, gooi de bankjes lekker vol. Zitten hangen liggen, zo zijn we niet getrouwd. Allemaal van links. Hier, kijk ze staan. Die wordt verbouwd. Wat zijn het? Dan gaan we zo meteen de vloer eens lava doen voor de kinderen. Ja. Allemaal van links naar rechts. Komt ie! Van links, 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 links. Nou, Thomas, ben je er klaar voor, jongen? Speciaal voor jou, hè? Opzij, 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 maak plaats, maak plaats, maak plaats. Wij hebben ongelofelijke haast. Opzij, 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 want wij zijn haast te laat. Wij hebben maar een paar minuten tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. Blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Een andere keer misschien, dan blijven we wat slapen. En kunnen dan misschien als het echt moet. Laat over koetjes, voetbal en de lotto praten. Nou dag, tot ziens, adieu, het gaat je goed. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Andere keer misschien, maar blijven we maar slapen. Wij hebben dan misschien als het echt haast. Waarom zijn op zijn voetbal, want wij zijn laat zo laden. Nou dan op zijn zaad, jij een gaatje vrij. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken. Door het jaar morgen jarig is, dames en heren. Maar op tourwagen staat klaar, hè? We kunnen nu niet langer blijven staan. We rijden overheen, dames en heren. We gaan de hot naar, hè? Maar niet uit. Dames en heren, Joost Pommel zit hier. Joost, jongen. Wij hebben dan misschien als het echt haast. Dat is mooi, lieve mensen. Ik kreeg een paar bezoekjes binnen. En ik kan je vertellen, die heb ik normaal niet op USB staan, maar
Hier hebben we alles dik voor elkaar in Curaçao. Dus even een laptopje erbij en even downloaden. En dat ging maar razendsnel, lieve mensen. Daarom deze volgetankte Mercedes, hè. Josie, jongen! Vrijheid is een volgetankte Mercedes. Vrolijkheid is een mooie, zwoele chick. Het geluk, dat is de poen die je weer besteed is. Anders duurt de liefde maar een ogenblik. Mooie woorden, voor wie zijn ze belangrijk? Heb je het breed genoeg, dan begrijp je ze zo goed. Maar als je moeizaam worstelt met de pegels, maak je er iets anders van dan zij hadden vermoed. Want de vrijheid is een volgetankte Mercedes. Vrolijkheid is een mooie zwoele chick. Een zwoele chick, hè? Het geluk, dat is de poen die er weer besteed is. Anders duurt de liefde maar een ogenblik. Joost, jongen, succes met die volgetankte Mercedes van je, jongen. Oh. Jongens, die gaat er weer bier halen. Je hebt het goed gedaan. Ja. Maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd. Een lach. Lucas, jongen. Rondje van Lucas. Rondje van Lucas. Ja, 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 ja. Geproefd van een leven. Zoveel vrienden. Zingen! Zweet en tranen. Zij ik rot hier nu maar op. Met bloed, zweet. Hier onze feestmuts. En tranen. Is toch mooi, eigen dansdres erbij, non-nieuw zeg. Dag vrienden, de koek is op. Oh, Rick, dat had hier. En Lona kon er voorbij dansen. Maar ook verdriet gekend. Hoe vaak stoot ik mijn kop. Maar toch, ik ben tevreden met alles waar ik ben. Op dit Enschede hier, hè? Als je roem voorbij is, moet je kijken. Die handen! Met bloed, zweet. Zij rot hier nu maar op. Met bloed, zweet en tranen. Zij vrienden, dag vrienden, dat koek is op. Oh, hier, dames en heren. Ik heb een speciaal zoek, dames en heren, voor Fred van Brummen. Fred, jongen, kumpan, hè? Goed, we zitten van die dekhengste thuis, die denk je. Wat moet ik met mijn lullende lockdown? Ja! Lekker, Fred! Vrijdagavond, 9 uur. Zit met mijn pik in mijn hand, staren naar de muur. Ik zit restjes koken, het is een teringzooi. Ben normaliter een dekhengst op zoek naar zijn prooi. Ik zit oeh, oeh, met mijn lol in de lockdown. Ik zit gevangen, dit kan niet langer. Nachten zonder mezelf te vermaken. Ik schreeuw het zo nodig van de dagen. Mooi met mijn lol in
Guus solo, kom op. Voor mij zijn de dames al druk hier, hè? Kom op, hè. Just a touch, baby. Woo! Oké, voor al die dames, hè. Pak die hoge noot, pak die hoge noot. Zo, het is speciaal voor Martine. Dat je me klote. Oké, okay, Martine, waar zit je? Martine, waar zit je? Called Ecstasy. And it goes like this. I was having a bad day, nothing was going my way. Couldn't wait to get my pay, cause it was Friday. Sat at my desk, waiting for the bell. As soon as it rang, I let out a yell. Just that day, everything was going wrong. And each problem happened, they became real long. Went to the club to find my friend. It's only been a week since I last seen him. Oh, it's making me feel like I'm on a vacation. Oh, it doesn't give me a good sensation. $5 hanging out with my buddy, but I don't care, cause he worth the money. He's always making me happy, never make me feel mad. He can even make me feel right, even when I'm sad. When he's looking for my friend, he will be next to me, cause he's a little white pill called Ecstasy. That's right, this song isn't about the person, it's about a little pill called Ecstasy. And that's why I got to sing this song. It goes like this. Oh, Ecstasy, you got what I need. To make me feel right, and to make me feel nice. Oh, ecstasy, you got what I need. To make me feel right, and to make me feel nice. Oh, ecstasy, you got what I need. To make me feel right, and to make me feel nice. Oh, ecstasy, you got what I need. Even hakken, Martine, kom op, kom op, kom op! You got what I need. To make me feel right. And to make me feel nice. Oh, I just need you. You got what I need. To make me feel right. And to make me feel nice. Oh, I just need you. You got what I need. To make me feel right. We'll be right back.
about 17. Strong, play my favorite song, and I could tell it wouldn't be long. He was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long. He was with me. Oude klassieke mensen. En we blijven even een oude ogen. Want nu mag het echt gebeuren, hè? Luc, jongen, ben je klaar voor? Kijk even om je heen. Achter staat een stoel, volgens mij, een bankstel. Want als ik zeg, de vloer is lava, waar ga je staan dan? Op de bank, kom op dan! In de lampen, want de vloer begint te dampen. Ja! De hele dag, het dak eraf, de vent gaat weer zo. Oké. Gaat ie goed, gaat ie goed? De vloer begint te koken. Zijn we er klaar voor, lieve mensen? Zoek dekking op die bank, op die stoelen. Maar op de keuken. De vloer begint te koken. Zo! De vloer is lava. 4, 3, 2, ja! 1. Gaat ie nog een keer! Lekker Lucky!
ook al die andere mensen thuis. Zoek dekking, zoek dekking! 3, 2, 1, spring! Nu met de gezelligheid. Morgen is de taxi om 7 uur. Gaan we op weg naar een nieuw avontuur. Met het vliegtuig van als Schiphol. Ook hier de Curaçao beschikt, lieve mensen. Alles vol. Helemaal gaaf, loop ik in mijn stoel. Ja, hier begint het vakantiegevoel. Hey stewardess, doe mij een potje bier. Want het is tijd voor 15 dagen plezier. Ik moet zuipen. Bamman, heb jij mij niet gerust. Doe mij wat bier. In een kwartier. Ik moet zuipen. Bamman, heb jij mij niet gerust. Doe mij wat bier. In een kwartier. Een paar uur later lig ik aan. In elke hand. Het is hier beter dan in Nederland. S'avonds duiken we dan in de kroeg. Alleen de barman wist niet wat ik vroeg. Wijs op de klok en roep 4 per uur. Dit pilsjes hier zijn echt niet. Zingen! Ik moet zuipen. Barman, heb jij mij niet gerust. Doe mij wat bier. In een kwartier. En die zeker zijn achter het scherm al druk bezig, dames en heren. Want er is een hoop uitzoekwerk hier. Oh, 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 oh. Zweet hier, joh. Maar we willen gewoon nog even door. De donderen. Het zou een beetje op de culturele muziek van Nederlandse velden zijn. Hè? Dan gaan we even naar Boy Foto voor de liefhebbers. Hè? Ja, 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 Beert van de Cuperie. Oh! Is hier een deertje in Enschede, hè? Ik geef helemaal los, hè? Goeiedag, mijn dier, ben ik nog vrij.
Mijn naam is Beren van Kuperij. Ik heb een mooie boerderij. Daar is ook van oh, hij trouwt met mij. Ik heb goed melk op al mijn grond. Er is voor twee plaatsen zat. Ik heb 50 beesten en een hond. Mijn va en mo woont aan paar hij bij mij komt. Geef ik mijn lief, geef ik mijn hart. Ik zag hoe over straten gaan. Ik kwam een kor aan mij voorbij. Mag ik wel even bij jou staan? Mijn naam is Bian van Kuperij. Ik heb u hier nog nooit gezien. Wie komt hier zeker niet vandaan? Ik vul hem mang zo alleen. Geen dientje wuggert met mij aan. Ik doe een hij wie mij komt, al wat ik kan. Door wordt de wereld aan je voeten licht. Oké, alle liefhebbers, tijdje in de Bijbel. En dan gaan we stappen in al de pekelen. Met z'n allen op de plekken, here we go, here we go. Met je kloppen en die zondagse pet op die haar. Met die hip hop house staat op de radio. En dan gaan we stappen in al de pekelen. En op je oor door New York of de Londen liep. Zullen we denken als je eenmaal naar het noorden gaat? Nou heilen men het aan de pekelen niet. Zo, maar alleen maar groene knubbel afrijken. Ik zei los trekken. Dit kroks, los trek, zei ik. Why tell me why? Try to forget and I find someone new. So I prayed on my knees and you held on me above. So make somebody please, someone to love. So for Nero Blanco, for together, together. This
I promise you too. If I tell you. Zingen voor mij. Komt ie. Speciaal voor al die kale mannen zijn er een hele hoop, heb ik gezien.
Oké, lieve mensen. Wat hopen we toch heel snel weer met z'n allen dicht bij elkaar te staan. En gezellig weer een dorpsfeestje te houden. Hè? Lekker met de buurman knuffelen. Een biertje drinken, een wijntje drinken. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know this door. All in all, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless cry behind the curtain. Onthoud, lieve mensen, de show must go on. De jury is nog steeds druk bezig. Speciaal voor al die apenskiers weer. Hier, de Heidi. Oh, Heidi! Sexy, je kijkt me stout aan. Jij kan mij sowieso niet aan. Nee, zeg mij, ben jij het wel waard? Ik wil dat je nu niet meer gaat. Heidi, waar is je jurkje dan? Drinken we wel genoeg thuis, hè? Dat moet wel, hè? Anders drogen we met z'n allen uit, hè? Kom op, hè? Laat de zon in je hart! Geniet van het leven! Een lach, een groet.
geen gezicht. Een vogel zwevend naar het licht. Oh, het lijkt zo gewoon, maar het is toch bijzonder. Een kind dat lacht en naar je zwaait. De wind die door de bomen baait. Oh, het lijkt zo gewoon, maar het is toch een wonder. Het leven gaat zo snel voorbij. Dat geldt voor jou, maar ook voor mij. Zingen! Laat de zon in je hart. Ja hoor! Ze schijnt ook voor iedereen. Geniet van het leven. Want het duurt nog maar even. Ja, 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 je bent in beeld hoor! Laat de zon in je hart. Ze schijnt ook voor iedereen. Geniet van het leven. Want het duurt nog maar even. Het strand, de zee, de volle maan. De hemel waar de sterren staan. Oh, het lijkt zo gewoon. Kleine vraag even zo achter de schermen. Komt de jury er al een beetje uit, jongens? Gaan we even checken? Ja. En ben je soms niet goed gezind? Denk achter de kamers wordt hier gedanst en gelachen. Oh. Van een kind, ja, dat maakt je weer blij. Zo blij, zo blij. Ja, dat maakt je weer vrolijk. Oké, okay, mensen thuis. Het leven gaat zo snel voorbij. Voel die gezelligheid. Voor jou, maar ook voor zing mij. Zing laat de zon in je hart. Ze schijnt voor iedereen. Leven. Even zwaaien, even zwaaien! Want het duurt nog maar even. 1, 2, 3, 4. Laat de zon in je hart. Ze schijnt ook voor iedereen. Geniet van het leven. Want het duurt nog maar even. Onthoud, mensen. Onthoud, ook in deze tijd moeten we blijven genieten met elkaar, hè? Ik ben misschien te laat geboren. Ja, misschien wel, je weet het niet, hè? Of in een land met ander licht. Oké. Okay. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak in evenwicht. Laat me mijn eigen gang maar gaan. Laat me, laat me. Ik heb het altijd zo gedaan. Ik zal mijn vrienden niet vergeten. Want wie me lief is, blijft me lief. En waar ze wonen moest ik weten. Maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten. Komt het vanzelf weer voor elkaar. Oh, laat me, laat me. Laat me mijn eigen gang maar gaan. Laat me, laat me. Ik heb het altijd zo gedaan. Zal ik ook een keertje sterven? Nee, daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven. Oh, spannend, dames en heren, spannend. Kleine mededeling over enkele, ja, ik zeg 10 minuten, ongeveer 10 minuten, is de uitslag bekend. Voel die spanning, voel die druk. Ga nu even naar de wc toe. Druk nog even een glaasje, want over 10 minuten weten we het echt. Voor al die kleine jongens. Kleine jongen,
Dus zal je moeten vechten, net als ik. Je kan het weten, het leven is niet makkelijk. Er is tegenspoed op ieder ogenblik. Kleine jongen, er zijn veel goede mensen, maar slechte zijn er ook. Helaas niet waar. Je moet maar denken dat jij straks gaat beseffen dat eerlijk het langst duurt. Geloof me maar. Zing mee, zing mee, zing mee! Dit leven gaat voorbij. Maar je blijft niet klein. Kleine jongen, op school al zul je merken dat alles draait om cijfers en om macht. Zo is het leven. Oh. Dus leer wat je moet leren. Ik zie hier een hoop dames staan, hè? En volgens de andere dames al een beetje soepel in de heupen, hè? Nou, dames, we gaan even nog een paar dansjes eruit gooien. Komt ie, hè? Even een paar TikTok-dansjes, hè? Yeah! What a piece of dilemma! Oh, nou, gooi die banaan de lucht in, hartstikke idee! Yeah. The please on the track! Me banana, feel like come on and now I'm go home. In every one time, two time, them want more. Feel like come on and now I'm go home. In every three time, sometime, them want four. Feel like come on and now I'm go home. I have a taxi in a girl, she named Cassandra. She tell me say she comes straight from Colombia. So I'm gonna recommend her my banana. Come your mama say to start my yard. So me do it, so me do it, so me do it, so me do it. And girl, I tell me say me banana sweet. Them say the length and size make them way. You know the saying, now some me do it. And some me do it, some me do it, some me do it. And girl, I tell me, some me banana sweet. Them say the length and size make them way. Sick with it, crew, drop. Dan, Luc dus al die vrouwtjes, hè? Die mensen die lekker bij elkaar zitten. De avondklok is afgelopen. Blijf lekker slapen. Gemaakt
één date, twee uur, drie gangen laat. Ik weet niet wat het is, maar je raakt me. En als we straks alleen zijn in je kamer, gaan we de laken zien, schatten verbaasd. Dat het echt zo gaat, wie had dat nog gedacht? Ben je net zo klaar voor de volgende stap? En wordt de nacht steeds langer met de kortere dag? Ik ben op mijn gemak, ik heb op je gewacht, ey. Hoe zou het zijn? Smaakt het naar meer? Wij wil ik weer. Kom ik nog thuis of blijf ik slapen? De 10 minuten zijn bijna voorbij, hè? En speciaal voor de jury, even deze, hè? Het duurt te lang, hè? We zitten er bijna op, dames en heren. Het is bijna zover, oh, die spanning stijgt, die spanning stijgt. Ja, ja! Alles praten alles, maar alles ging over de liefde, we vergaten alles. In een brief, een net een besje, in een liedje schreef ik. Ik zou alles voor je doen en voor je liefde leef ik. En die liefde kreeg ik, heb vaak in overmaten. We konden drempels van het leven aan me overlaten. Je zag de meiden haten, want ik had een superheld. Je had je vrienden net te vaak over mij verteld. Nu staan we samen naar de tafel met de mondjes dicht. Blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Ik zie je ogen dicht voor onze laatste set. En ik doe het klein huisje met mijn bed. Shit. En morgen is de pijn terug. Staan we uren op de hand en rijdt de pijn terug. Het duurt te lang! Ik kan die route niet beloven met mijn ogen dicht. Je weet precies wat ik ga zeggen, ik weet het ook van jou. En op het eind vertel ik straks hoeveel ik van je hou. En daarna slaan de deuren weer en breekt er weer een glas. Daarna valt er weer een traan en pak ik weer mijn tas. En daarna hou ik je weer stevig vast. En leg mijn kleren weer terug in de kast. Ik hou je nog een poosje vast. Dan vergeet je nog een poosje pas. Maar de trein blijft zitten, dus ik help niet. Ik heb een verzoekje binnengekregen, lieve mensen. Een klassieketje, Anita Meijer en Why, Tell Me Why. Oh. Oh,
mensen, mijn laatste. Ik hoop dat we het allemaal gezellig hebben gehad. De spanning is naar het hoogtepunt gestegen. Volgens mij staan ze klaar voor. Om zo alles bekend te maken. Van mij kan uit. Mensen, doen voorzichtig. Blijf allemaal gezond. En tot snel in die grote feesttent, hè. Adios. Ja, zijn we live? Ja, we zijn live. Oh, nou, oh, mensen. De ogen. De teamleiders app, daar ging het net al over. Het tikkie. En die ga ik nu versturen. Live as we speak. Live as we speak. Als de bank mij erin laat. Guus, heb jij nog leuke dingen voorbij zien komen? Dan ga ik even een tikkie regelen. Ja, ga even een tikkie regelen? Ja, ja, ja. Ja, heel fijn, heel fijn. Anders komen we ook niet van dit eiland nou, af. Nou ja, de dankbaarheid stroomde binnen op de app. Ja. Dus ja, nu mogen jullie... Volgens mij heeft iedereen echt wel een leuke avond gehad. Ja, volgens mij en, wel. Tenminste, dat is wel de indruk die wij hebben gekregen. Nou, in ieder geval DJ Sander ook bedankt voor de afterparty. Echt super. Ik was eigenlijk wel heel erg benieuwd naar Studio Chicken Sound. Kunnen we even schakelen met Studio Chicken Sound? Ja. Studio Chicken Sound was heel erg actief op de chat ook, met name aan het einde. De teamcaptain daarvan is Jaap. Ja, ik zie ze hier. Ja, dag jongens. Hey jongens, zal ik volgens mij, hè, ik heb net even gespeakt op het scoreformulier. En jullie hadden volgens mij de tweede ronde de hoogste score van, of tenminste één van de hoogste scores van allemaal. Ja, oh, ja. Ja. Ja, dat is echt, doe dat niet, je bent op beeld. Ja, José. Ja, maar daarna kwam de... Maar daarna kwam de klatter een beetje in, jongens. Klopt dat? Of niet? Sorry. Ik zeg, nou, daarna kwam de klatter een beetje in. Klopt dat? Ja, José is wel aangedacht, hoor. Ja. Ja, maar de eerste ronde ging echt geweldig. Jullie hadden echt heel veel punten. Maar... En daarna... Ja, dat stond erbij. Jullie hebben gezien, zeg maar zo, met deze COVID-virus, dat gewoon vreselijk is dit jaar. Ja. Ik kan mij niks geven. Anekdotes, hè? Heb je die anekdotes in je hoofd? Wat zeg je? Heb je die anekdotes in je hoofd die hangen? Nee, heb ik niet in mijn hoofd. Jaap, krijgt Jaap het woord nog of niet? Ja. Anekdote, spreekwoorden, ieder kaasje heeft zijn. Ja. Niet heel goed verlopen, maar bedankt jullie voor deze geweldige quiz en tot volgend jaar. Oh, leuk. Goed zo. Ontzettend leuk om te zien dat jullie zoveel plezier hebben gehad. Guus die komt even uit de crisisroom wandelen met een paar leuke anekdotes die we vanavond hebben opgescharreld. Want er komen zoveel leuke dingen voorbij. Zeg het eens, Guus. Wat ja, staat ze hebben het op een briefje geschreven voor ons. Ze zijn heel aardig. Even kijken. Ja, er waren een hoop teams. Volgens mij ook de kroonjuwelen. Die een spreekwoord hadden van ieder kaasje heeft zijn gaatje. Ja. Kroonjuwelen. Is er nog iemand van de kroonjuwelen wakker? Ieder kaasje heeft zijn gaatje. Ooit van gehoord? Het stond op de spreekwoordenposter natuurlijk. Ooit van gehoord? Hebben wij nog nooit van gehoord, jongens? Ieder kaasje heeft zijn gaatje. Is dat een oud Willems spreekwoord? Ja, dat is wel voor je tijd. Kijk, oké. Okay. Dat zou kunnen. En peren en vrouwen zijn het zoets op plaatsen waar ze het zwaarst wegen. De zieletale kloegen. Dat is Pieter Jan. En Majori, die we net hebben gezien. Oh ja. Ja. Nou, geweldig. Ja, jullie merken misschien al een beetje, we zijn een beetje aan het tijd trekken. Want ze zijn daar in de controlroom nog druk aan het rekenen. Het is weer enorm spannend, hè, Yvonne? Ja. Hey, maar wat ik wel vast kan doen. We hebben een aantal prijzen bedacht. En? Ja. Heb je het? Oh, wacht even. Echt waar? Wacht even. Nou, kom er maar bij. Mevrouw Brunting.
Kom erbij. Vrouw ja, kom erbij. Sylvia, met het kaartje. Ik weet het al. En wij weten niks. Moet ik het zeggen? Oh jeetje, het lijkt wel de Oscars. Eerst even de prijzen, denk ik, of niet? Ik ga eerst even de prijzen noemen, inderdaad. De eerste prijs is een cadeaubon van de Kribbe van €150. En die mogen jullie met je team lekker het terrasje pakken als het allemaal weer kan. De tweede en derde prijs krijgen een cadeaubon voor een taart van onze echte bakker. We hebben nog een cadeaubon voor een taart. Die gaat naar de meest originaliteit. Dus het origineelste team. En we hebben ontzettend lekkere fuetworstjes van boerin Hilde. En die gaat naar het worst team. Vonden we wel toepasselijk. En voordat we naar de prijsuitreiking gaan... Ja. Is het nog ook, we hebben ook nog twee echt wel toffe prijzen. Eentje van Piet Somers en eentje van Uniek Schoonheidssalon. Ja. Dat zijn prijzen die we eigenlijk onmogelijk aan het team kunnen geven. Ja. Dus die willen we graag aan iemand gunnen. En de vraag aan jullie is... wie zouden jullie een van deze twee prijzen gunnen? Is er iemand die veel tegenslagen heeft gehad? Iemand uit de buurt. Een steuntje in de rug kan. Iemand die echt een steuntje in de rug kan gebruiken. Ja. Laat het ons weten via de mail info@dijkvandedorpsgids.nl. Ja. Voor morgenavond. Dus jullie kunnen nog even in conclaaf daarover. Ja. En dus dan, we horen graag per team wie jullie een steuntje in de rug gunnen. En er mogen best twee namen zijn. En dan gaan wij de meeste stemmen gelden. Kiezen wij daar iemand uit die dus een cadeaubon van Piet Somers krijgt. En een cadeaubon van Uniek Schoonheidssalon. Ja. Nou, en dan nu over op het moment dat we allemaal hebben echt gewacht. Echt waar. Nou, spannend. Ja, goed zo, Sander. De eerste prijs. Ja, we dus met de derde beginnen. Laat met de derde? Of de worst. The worst de worsten van boerin Hilde gaan naar het team nummer 21, de Hopjes. De Hopjes. Woe! Ze hadden 141 punten. De worsten blijven in Wilp Achterhoek. Kijk, ik zie niemand zwaaien nu nog. Wat zeg je? Familie de Hoop. Familie de Hoop. Oh, die vond ik zo leuk. Die deden met een gezin mee. Die hebben met z'n vijven meegedaan, hè, als gezin. Echt top. Heel erg leuk. De prijs voor originaliteit, die volgt nog. We gaan eerst de keikaart checken. Oh, de keien en de kaarten, die gaan we eerst checken. Heel goed. Goede beslissing. Oké. Derde prijs, taart van de echte bakker, is voor... Mijn naam is Haas met 251 punten. Applaus. Ja, hallo. Oh. Goed gedaan. Gefeliciteerd. Kunnen we even schakelen snel? Hi. Mijn naam is Haas. Ja, daar zijn ze. Kan je geluid nog even aanzetten? Derde prijs, jongens. Is dat... Hallo. Ah, brons in deze online dorpsquiz. Nou, Romy, je had het al over een fanatiek team en dat het misschien niet even gezellig was. Maar dat heeft dus wel derde prijs opgeleverd, hè? Ja, ik ben trots op ons. Goed zo. Ja, hoor. Allemaal nog vriendelijk onder elkaar? Jawel. Ah, goed. Toch? Ja, hè? Voorbloedsfanatiek. Nou, heel goed. Dat levert de derde prijs op. Morgen krijgen jullie de cadeaubon thuis en geniet ervan. Dankjewel. Oké. Gaan we door met de tweede prijs. Wederom een taart van de echte bakker Gerrit voor familie Veldhorst met 257 punten. Woe! Kijk, yay! Hoi, Geddy. Hoi. Kom er eens bij. Oh, hey, kijk. Even voor de goede orde, dit is één familie, dus zit in één bubbel. Maak je geen zorgen. Ja. Hey, Freek. Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, hard gewerkt of niet? Ja, hard gewerkt. Het was bloed, zweet en tranen. Goed zo. Maar gelukkig is het goed geëindigd. Ik wil jullie ook danken voor de mooie quiz. En Studio Chicken Sound voor het live entertainment. Jongens, bedankt. Wat goed. Hebben jullie daarvan mogen meegenieten, Freek? Come on! Oh! Oh, geweldig. Oké. Nou. Leuk, met name ook de cijferreeksen. Ik hou het er nog even over. Dat vond ik
het allermooiste. Goed zo. Met kwadraat min het getal erop. Ja. Dat was het op vanavond. Speciaal voor jou, Freek. Dankjewel. Jij ook. Goed. Kijk. Nou, gaan we naar de eerste prijs. Hebben we daar nog tromgeroffel voor, of niet? De eerste prijs, dames en heren. Ja. Oh, zullen ze ook eens schrijven? De eerste oh, en hopelijk moet ik even wachten op jou, Sil? Volgens mij krijg ik nog een notitie. Van de Domskus. Oh, we voeren de spanning op. Sander, sta je makkelijk zo? Oké. Okay. Eeuwige roem. En we krijgen hier nog een kaartje. In de derde ronde is dit team 30 punten ingelopen op de familie Veldhorst. Heel knap, echt. En de eerste prijs is voor het team met nummer 34, Jezus Christus, met 261 punten. Team Jezus Christus. Ja, kijk eens. Ja! Ongeloof alom. Ja, Jeroen, geweldig. Doe je glijders aan. Jeroen, laat ons meegenieten van de... Misschien kun je er nog van een huis... Van de festiviteiten daar. Ook één huishouden. Ja, ook één huishouden. Ja, allemaal getest. Ja, dit zijn broers van elkaar. Doe eens geluid aan. De mannen hebben hetzelfde kapsel. Mannen, nou, geluid aan. Geluid aan, mannen. Niet alleen maar moenen. Ja. Zelfde kapper, ja. Kom eens even. Doe eens geluid aan. Zelfde bed. Hey. Gefeliciteerd, mannen. Ze hebben hem nog uit, hoor. Dankjewel. Ja. Ik zal even zijn microfoon aanzetten. Ja. Ja, heel goed. Mag ik een eerste reactie van jullie? Eeuwige roep, valt ons en deel. Wij zijn reten pas. Ja. Geweldig. Dus, waar geen haar zit, zit de hessen. Nou, geweldig. Ja. Jullie mogen met z'n allen genieten van... Vooral heel veel dank ook aan Nicolette, onze captain. Ja. Die zit op de andere zender, denk ik. Kunnen we even schakelen misschien naar Nicolette? Nicolette heeft nou, alles, Dennis, kan je nog... bij elkaar geregeld. Kan je er nog een paar bij van de team? Ik heb je antwoorden gezet. Dus waar is Nicolette? Op Aruba. Ja, we gaan even kijken of we nog meer mensen voor jullie team aan kunnen haken. Ik weet dat in het huis... Ja, hier, Ingrid en Roland horen er ook bij. Yay! We zoeken want we zijn dus op zoek naar Nicolette. Ja. Kijken of Nicolette nog mensen wil bedanken. Nicolette, Erik, Meerte... Ik ben benieuwd wat het geheim van... Dus... Ingrid en Roland! Ik zie Fred wel, anders pak Fred even. Pak Fred even! Ja, pak hem maar Fred even. Tuurlijk. Ja, ja. Ja, Fred! Fred, een soort van vieze aanvoerder, of... Ik moet zeggen, Yvonne, Fred zit in Saba. Oh, kijk. Saba, Curaçao, Aruba. Helemaal goed. Ja, nou, geweldig. Helemaal goed, mannen. Nou, wow. Gezellige avond geweest. Tjonge, jongen. Ik zou zeggen, mensen van de organisatie, komen er nog allemaal even bij, jongens. Ja. Even de mensen achter de schermen. Ja, zoiets. Mag ik vanuit alle huishoudens een groot applaus voor deze, voor deze toppers? Ik heb geen idee waar de camera's staan. Ja, dat zijn die twee. Je ziet, kijk, je ziet op dat scherm. Waar is Marjan zie je gebleven? Wat de mensen thuis ook zien. Marjan! Kom! Marjan! Die is in slaap gevallen, kom! Dennis ook! Dennis! Oh. Nee, nou ja, we gaan ze uitzwaaien, hè, de ja, mensen. We gaan ze uitzwaaien. Ja. De antwoorden vinden jullie straks nog in jullie teamleiders-app. We hebben een mooie PDF gemaakt waarin jullie alle antwoorden kunnen vinden. Kunnen jullie met je team nog even doornemen wat de juiste antwoorden zijn geweest. Waar het mis is gegaan. Wat zeg je? Waar het mis is gegaan ook. En waar het allemaal mis is gegaan, ja. Inderdaad. Ja. Scoren en ranglijsten van alle teams gaan we nog delen met jullie.
Morgen worden de prijzen rondgebracht. We hopen dat jullie leuke ideeën hebben voor waar de andere prijzen nog naartoe kunnen. En ja, volgend jaar zijn we er weer, hè, voor de echte quiz. De echte fysieke quiz. Met volle gymzalen, volle kerk, volle school. Oh, die check. Laat hem even zien. Oh, we hadden nog wel zoiets moois gemaakt. Zware check aan Rodolf. En een confetti-kanon. Confetti. Oh, jullie. Dori. Dank jullie wel allemaal. Fijne avond nog. Doei, doei. Slaap lekker.